Airco-installaties worden steeds populairder en binnen soms net om te slepen. Een goede branche dus om in te springen. Zo dacht nek Theo van der Veen en Michael Plooi van Airco Montage Friesland. Zeker in de zomermaand dan is er een prutte vraag naar airco's. En ja, dat rent alleen maar op. Ja, dat het warm waar is, boeten. Dan als de temperatuur omheen gaat, dan komen de aanvragen ik wel ben. Ja. We hebben een stukje klimaat, een stukje comfort in de huis. En de zomers worden heter en warmer en langer, zeg maar. Dus ja, men wil dat stukje comfort is eigenlijk wel, ik ben doorgaan. Toch binnen er nog wel onduidelijkheden bij meesken. Prutten denken nog steeds dat het een prutte stroom verbroedt. Het verbroedt uiteraard door stroom, een prutte lawaai maken. Maar de meeste airco's die bij ons steeds zuiner en stiller. Daarnaast kerstje wordt ook steeds met de nieuwe airco's verwarm je. Dus ja, dat is echt wel iets wat interessant is voor meesken. Dus de ondervraging komt echt wel binnen van hey, wie hoort er op zich net eens met de kwaliën, maar wie wil er winters mee verwarmen? Hier hing het ook een airco, daar kerst zomers met kwaliën en winters zit er een verwarmstand op. Dus dan schakelt het erom als het ware en dan verwarmt er gewoon slipkamers of ja, wat ik maar. Dit zijn de koelleidingen, dit is de zwarten en dit is de condensleiding. En er komt natuurlijk condens uit en dat moet eigenlijk naar boeten te rennen. Dit is de stuurkabel die gaat aan naar de boetenunit. En dan stuur je ook al rond wat ze doen aan maat had. Maar ik zei, ik wil verwarmen of ik wil koolje of ik wil heter of zachter. Of harder of zachter. Nou ja, dan ken je dat. Dat is kabel die zwaar het heeft voor. Goed unit, dat bepalen we altijd bij de meesten wat qua zinnen, draaien van de zinnen wat het beste is. Qua efficiëntie, vanwege stroomverbruik en alles. Ja, als die boetenunit continu in de zinnen staat, dan heeft hij natuurlijk veel meer vermogen nodig om hem te koolien. Dus we proberen hem op hem zand. Nou, meest neutraal mogelijk positie delta hangen en het liefst wat in de schaar. Een airco-installatie gaat zo'n 10 tot 15 in mei, maar je moet hem wel onderhouden. Het is wel verstandig om de filters en dan te reinigen, dus dat is wel ten behoeve van het rendement van de airco, zeg maar. Dus, en wie kan eventueel in krintier, bij uw eigen klanten komen in krintier deel om onderhoud te plegen als ze dat willen. Ik kan een onderhoudscontract bij ze afsluiten. En dat is eigenlijk ja, het spul met skinblauwe zee, maar er komt het zoer wel lucht onder. Dus ja, de haskans dat er vol, het filter vol zit met stof en dan maakt ze nou dan even skin uit.